vandaag donderdag en we gaan vandaag weer kijken naar een filmpje. De juffen hadden al van een aantal papa's en mama's foto's gekregen van kinderen die heel hard aan het werk waren. Super knap. Dus als je ook iets aan het doen bent voor school, of je bent lekker buiten en komt daar letters tegen, cijfers tegen die je de juffen graag wil laten zien, mogen je papa of mama dat altijd naar de juf sturen. Wij gaan vandaag iets leren met Sjoerd. En wie weet nog wat Sjoerd ons ook alweer altijd leert. Goed, zo Sjoerd is een cijferwoord en daar gaan we altijd mee leren tellen. Of we gaan leren hoe de cijfers er ook alweer uitzien. Hallo, daar ben ik hoor, jongens en meisjes. Even opzij, daar kom ik. Ik ben Sjoerd en raad eens wat voor dier ik ben. Nou, raad het. Een cijferwoord, omdat ik alle cijfers ken. Luister maar. 1, 2, 3. De cijfers zijn er overal. Kijk goed rond. En zie steeds weer een mooi getal. Ik ben Sjoerd. De cijferwoord. Een 6 heeft een buik. Een 9 is heel blij. En een 3 kijkt achterom. Kiekeboe. Een 2 lijkt een zwaan. En een 8 is dubbel dik. Zo. En een 0 is echt niet dom. Echt niet hoor. In de flat en in de vijver zie ik steeds weer een of ander cijfer. Ik ben Sjoerd en raad eens wat voor dier ik ben. Ah, jullie weten het al. Een cijferwoord, omdat ik alle cijfers ken. Nog één keer dan. Nou, 1, 2, 3. De cijfers zijn er overal. Ik kijk goed rond. En zie steeds weer een mooi getal. Ik ben Sjoerd. Cijferwoord. De cijferwoord. Vorige week hebben we een spelletje gedaan met de cijfers 1 tot en met 12. En als je deze kaartjes bewaard hebt, dan kun je dat spelletje thuis natuurlijk vaker doen, even tussendoor. Nu gaan we een ander spelletje doen. Ik laat steeds een cijfer zien. En dan moet je proberen om zo snel mogelijk hardop te zeggen hoe dat cijfer ook alweer heet. We gaan ze allemaal door elkaar doen om het een beetje moeilijker te maken. En we gaan nu niet met tot en met 12, maar we gaan zelfs tot en met 20. Dus ik ben eens benieuwd wie dat al lukt. Beginnen we met de eerste. Heel goed, dat is de 0. De 5. 3. Een moeilijke. De 11, ik ben benieuwd wie die goed had. Komt nog een moeilijke. Heel knap, de 13. Dat is de 6. En de 6 leek heel veel op deze. De 9. Kijk, en we konden het onthouden. Bij de 6 ging het stokje omhoog. Bij de 9 gaat het stokje omlaag. Maar ze lijken heel veel op elkaar, zie je dat? Komt de volgende. De 7, heel goed. Nu komt een hele moeilijke en ik ben benieuwd wie die weet. De 1 en de 8 was samen de 18. Dat was moeilijk, hè? Deze hebben we al vaker gezien. Goed, de 12.
oudste 10. Laat maar eens allemaal 10 vingers zien. Ik heb de kaartjes in handen, dus dat gaat een beetje moeilijk, hè? 10 vingers. Nu komt een hele makkelijke en die kennen we allemaal. De 1, heel goed. De 8. Een moeilijke. De 1 en de 7. Dat was samen 17. Wauw, ik ben benieuwd wie dat wist. De 4. Goed zo. De 1 en de 5 is samen 15. Goed zo. De 1 en de 9, dat noemen we 9, 10. Ook een hele moeilijke, hè? Hoe noem je dan de 1 en de 4? De 1 en de 9 was 19. De 1 en de 4 noemen we 14. En welke is dan dit? De 2 en de 0. Dat was de 20, hè? Heel goed. En als allerlaatste, makkelijk om af te sluiten. Goed zo, dat was de 2. Nu gaan we een spelletje doen met het cijfer 12. Je mag thuis 12 dingen zoeken. En het maakt niet zoveel uit wat dat is. Dat kunnen 12 Lego blokjes zijn, dat kunnen 12 snoepjes zijn. Of iets anders, 12 Barbies. Waar je graag mee speelt. Die mag je nu even voor je pakken. Mag je het filmpje even op pauze zetten. Oké. Als je dat gevonden hebt. Nu ga ik steeds een kaartje laten zien. En dan moet jij zo snel mogelijk. Zoveel spulletjes voor je leggen. Dus laat ik de 5 zien. En dan heb je bijvoorbeeld 12 Lego blokjes gepakt. Moet je zo snel mogelijk een groepje van 5 blokjes neerleggen. Gaan we even oefenen. Wie weet nog welk cijfer dat is? Leg maar zo snel mogelijk de spulletjes voor je. En heel goed tellen, hè? Heel goed. Dan gaan we even samen tellen of je genoeg spulletjes neer hebt gelegd. Het was de 10. Tel maar mee. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Had je 10 dingen neergelegd? Super knap. Dan mag je weer alles bij elkaar leggen. De 12 dingen die voor jou liggen. Dan gaan we naar het volgende cijfer. Maak zo snel mogelijk een groepje. Zoveel dingen als hier op het kaartje staan. Dus welk cijfer is het ook alweer? Moet je eerst even goed nadenken. Dan mag je een groepje maken. Oké, dan gaan we even samen tellen. En als het te snel gaat, kun je tussendoor het filmpje even op pauze zetten. En dan kun je rustig je dingetjes tellen en een groepje ervan maken. We gaan samen tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Het was de 7. Heb je een groepje van 7 gemaakt? Heb je het helemaal goed gedaan? Leggen we weer alles bij elkaar om het volgende cijfer. Maar goed na, welke was dit ook alweer? Het stokje gaat naar boven. Dan was het de... En maak maar een groepje. Gaan we
we samen vertellen of je het goed hebt gedaan. 1, 2, 3, 4, 5. En dit was de 6. Heb je een groepje van 6 gemaakt? Was het helemaal goed? Knap hoor. Dan gaan we naar de volgende. Kijk goed naar het verschil. Hier ging het stokje omhoog. Hier gaat het stokje naar beneden. Denk maar goed na hoe deze ook alweer heet. En dan mag je weer een groepje maken. En dan gaan we samen tellen of het klopt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dit was de 9. Heel goed. Heb je een groepje van 9? Dan was het helemaal goed. En dan gaan we naar de allerlaatste. En dat was best een moeilijke, hè? De 1 en de 1. Hoe noemden we die ook alweer samen? Maak maar een groepje van dit cijfer. Oké, als het te snel gaat, zet je hem even op pauze. Tellen wij alvast of het helemaal klopt. Taal maar met me mee wat voor je ligt op tafel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dit was de 11. Wauw, als jij een groepje had van 11... Dan betekent dat dat nog één dingetje aan de kant lag. Want we hadden 12 dingen naar het voor ons gelegd. We hebben één groepje van 11 gemaakt. Dus dan lag er nog één ding aan de zijkant. Heel goed gedaan. Je kunt het spelletje thuis ook nog met papa of mama doen. Zij zeggen dan een cijfer, of schrijven een cijfer op. En jij mag zo snel mogelijk een groepje maken met zoveel spulletjes als dat papa of mama heeft genoemd. Ben ik benieuwd wie dat heel goed kan. Na het spelletje mogen jullie even uitrusten, want ik heb voor jullie het boek meegenomen van het cijferwinkeltje. En we kenden al het boek van de letterwinkel en van de kinderboekenwinkel, maar deze hadden we nog niet gezien. Dan ga ik even een stukje uit voorlezen. En mogen jullie even lekker luisteren. Er was eens een klein winkeltje. En was die winkel open, dan kon je daar bij opa Brom de mooiste letters kopen. Want opa Brom had het letterwinkeltje. Maar op een dag had oma Blom ook een vreselijk leuk plan. Ze zei, ik maak een winkel waar je cijfers kopen kan. Ze kocht het lege winkeltje naast opa op een dag. En ging toen elke morgen met gereedschap aan de slag. Ze timmerde en verfde en na een maandje was het klaar. Toen stonden er 2 winkeltjes gezellig naast elkaar. Het letterwinkeltje en het cijferwinkeltje. Kijk, en hier zien we oma. Die maakt het cijferwinkeltje mooi klaar. Toen oma's winkel openging, kreeg opa een idee. Hij ging bij oma op bezoek en nam een bosje bloemen mee. Een winkeltje vol cijfers, zei opa, dat is pas fijn. En ik hoop echt dat we altijd goede buren zullen zijn. En buren zijn 2 mensen die naast elkaar wonen, hè? Of die naast elkaar een winkel hebben. Oma zei, dat hoop ik ook. Hebt u nog even tijd misschien? Want dan kan ik alle cijfers uit mijn winkel laten zien. En daar zien we opa. Die komt bij de nieuwe winkel van oma op bezoek. Hier zien we allemaal cijfers in de winkel. Hè? Daar zien we cijfers. En als u wilt, dan kan ik u heel veel leuks vertellen
over rekenen en cijfers, over sommetjes en tellen. Opa zei, dat lijkt me echt leuk, maar ik moet nu weer gaan. Ik moet snel naar mijn eigen winkel, want er komen klanten aan. En klanten, dat waren mensen die iets wilden kopen in hun winkel. Ik kom heel graag bij je terug, zodra het even kan. En oma Blom zei lachend, nou, dat vind ik een heel goed plan. Dan zien we oma met nog veel meer cijfers. Wauw, het zijn er toch veel. Nadat opa was vertrokken, ging de winkeldeur weer open. Er kwam een schattig meisje, apetrots naar binnen lopen. En ze zei, je kan al tellen. Maar ik wil nu ook graag weten hoe al die mooie cijfers in uw cijferwinkel heten. Dat hadden wij net ook geleerd, hè? Dat kan, zei oma vrolijk. Ik wijs ze wel even aan. Kijk, op deze mooie wandplaat zie je alle cijfers staan. Als je heel goed oplet, valt het echt ontzettend mee. Dit cijfertje is de 1 en dit is dus de 2. Dit zijn de 3, de 4 en de 5. Dat is niet moeilijk, toch? De 6, de 7 en de 8 en dan de 9 nog. En hier heb je dat rondje. Hoe heet dat rondje ook alweer? Heb je dat op de wandplaat al gezien? Dat is de 0. En met een 1 daarvoor noem je ze samen. Wie weet het nog? De 1 en de 0 noemden we samen de 10. Heel goed. En hier zien we de cijfers op de wandplaat. Hè? Tel maar mee. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en de 9. Het kleine meisje zei toen dat ze het geweldig vond en liep daarna met oma de hele cijferwinkel rond. Overal zagen ze cijfers, zoals een marsepeinen 8. Die vanmorgen door de bakker snel nog even was gebracht. Oma liet het meisje ook een rode 9 zien. En ergens aan de muur hing een grote gouden 10. Heel knap. Daar zien we hem hangen, de gouden 10. Heb je al gemerkt dat het verhaaltje rijmt? Als je dan een beetje het rijmwoord mee kan zeggen, dan mag dat natuurlijk. Daarna kreeg ze van oma een cijferkleurplaat mee naar huis. Ze zei, dan kun je strakjes lekker cijfers kleuren thuis. Dank u wel hoor, oma Blom, riep het meisje blij. En als mijn kleurplaat af is, dan krijgt u hem van mij. Oma bleef haar winkeltje met steeds meer dingen vullen en ging elke dag op zoek naar nieuwe rekenspullen. In haar cijferwinkeltje kon je van alles leren. Zo zaten ergens op een kast 3 mooie beren. Daarvan moest je zeggen welke de grootste beer, welke is de kleinste en wie heeft de langste veer. Oefenen wij in de klas ook mee, hè? Wat is het grootste, wat is het kleinste? En op een tafel stonden 7 poppen naast elkaar. En oma Blom vroeg vrolijk, wie van de poppen heeft het kortste haar? Er was ook een telkonijntje dat kinderen tellen kon gaan leren. En als je op het knopje drukte, kon je het eventjes proberen. Kijk, hier zagen we de 3 beren zitten. Hè? Welke beer is het grootst? Wijs maar eens aan. Goed zo, deze is het grootst. Welke beer is het kleinst? Dat is deze. Hè? En dat is ook de beer met de langste veer. Dan riep je 7, lief konijn. En als het was gelukt,
Dan werden er door het konijntje 7 keuteltjes gedrukt. En riep je 3, dan kreeg je 3. Maar soms zei het konijntje stop. Dan wilde het wel doorgaan, maar dan waren al zijn keuteltjes op. En zo was oma elke dag weer nieuwe dingen aan het verzinnen. Want je kunt nooit te vroeg, vond ze, met leren rekenen beginnen. Hier zien we ook 2 klokken met allemaal cijfers. Kijk maar alsof je thuis ook een klok vindt en of je de cijfers kunt benoemen. Dus kun je vertellen hoe ze heten op de klok. Het winkeltje werd erg beroemd. Het stond in alle kranten. Het was al vaak ontzettend druk. Er kwamen steeds meer klanten. De voetballers die kochten er de cijfers voor op hun hesje. De juffrouw van de school kocht cijfers voor hun rekenlesje. En als er iemand kampioen werd, dan ging hij vaak meteen naar het winkeltje van oma Blom en kocht dan trots een gouden 1. Want als je een kampioen bent, dan sta je op de eerste plaats, hè? Daar wordt de 1 bij. En de politie kwam er vaak wat grote cijfers pakken, om die op een verkeersbord ergens langs de weg te plakken. Hebben jullie ook wel eens cijfers gezien op een verkeersbord? Ben ik benieuwd of je kunt vertellen hoe ze heten. Misschien als je een stukje gaat wandelen. Hier zien we de voetballer, hè? Die krijgt het cijfer 6 op zijn hesje. Ja, overal ter wereld zijn wel cijfertjes te zien. Kijk maar eens heel goed om je heen. Of jij ze ziet misschien. En dat mag je thuis doen. Je krijgt van mij een opdracht. En je mag op zoek gaan naar cijfers die meer zijn dan 10. Voor de kinderen van groep 2. De kinderen van groep 1 mogen cijfers zoeken die minder zijn dan 10. Dus heb je iets gevonden? Misschien buiten op een verkeersbord? Misschien op de klok bij jou thuis? Mag je daar weer een foto van maken en die mag je naar de juf sturen? En zijn er nog kinderen van groep 1 die de cijfers tot 10 al heel makkelijk vinden? Dan mag je ook eens proberen of je iets vindt dat hoger is dan 10. Ben ik benieuwd wie dat lukt. Heel veel succes, tot de volgende keer! Oh.